die sluizen zijn natuurlijk heel goed, want je hebt transport, dus je kan heel snel kun je natuurlijk alles verbinden en snel door laten gaan natuurlijk. Ja, het zit alleen wel een beetje afgelegen. De infrastructuur naar Zeeland kan verbetering gebruiken om die verbondenheid te stimuleren. Vroeger waren grote delen van Zeeland alleen per boot bereikbaar. Dankzij de bouw van bruggen, dammen en de Westerschelde-tunnel is dat tegenwoordig wel anders. Maar toch zijn er ook nu nog uitdagingen. Ik ben heel erg trots op dat de nieuwe sluis Terneuzen mijn eerste project is. Dat ik hier een steentje heb mogen bijdragen. Groot internationaal project tussen Nederland en Vlaanderen. Dus daar ben ik wel heel erg trots op dat ik dit heb mogen meemaken al. En wie weet wat in de toekomst nog in het verschiet ligt. Mijn naam is Roel de Jong. Ik ben assistent omgevingsmanager op het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Dus wat we hier allemaal om ons heen zien is eigenlijk de kolk, de nieuwe sluis zelf. Sluis van 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. We zitten hier op een bestaande omgeving in een bestaand sluiscomplex. Dus het wegverkeer, daar moet altijd door kunnen gaan. Dus dat moet altijd beschikbaar blijven. Daarnaast het vaarwegverkeer. We hebben natuurlijk twee bestaande sluizen. Nou, zoals je nu ook kunt zien, de Westsluis ligt alweer vol. Dat gaat continu door. Dat willen ze ook niet stremmen, dus ook niet hinderen. Dus daar houden we rekening mee. We hebben hier een bediengebouw wat op dit moment in aanbouw is. Daar komen straks een aantal stakeholders komen daar weer in terug. Ja, eigenlijk zoveel om op te noemen, daar moeten we allemaal rekening mee houden. Het is een enorm project, internationaal bekend. We werken natuurlijk met Nederland en Vlaanderen samen. Heel veel expertise vanuit Nederland. Dus niet alleen Zeeland, maar heel Nederland en Vlaanderen bijeenkomt om aan de sluis te werken. Dus wat we straks doen, we krijgen naast de bestaande Westsluis krijgen we een nieuwe grote sluis erbij. Die zorgt ervoor dat we meer schepen kunnen schutten, maar ook dat er grotere schepen in de toekomst hier naartoe kunnen gaan. En met name niet alleen naar Terneuzen, maar ook door kunnen varen richting Gent. Ik zeg altijd, die sluis is voor Terneuzen de toegangspoort naar de 21ste eeuw. En misschien ook wel voor Zeeland, want het is het investeren ook weer in die toekomstige welvaart. Er hoort een andere economie bij, een economie die circulair wordt en die vergroent. Maar er moet de infrastructuur op orde zijn en daar is de nieuwe sluis voor. Als de sluis straks klaar is, kunnen ook de grootste zeeschepen North Sea Port bereiken. Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Ja, het is een van de grootste projecten van Nederland, maar ook een van de grootste sluizen ter wereld. We zijn al behoorlijk ver op weg. Zeker als je kijkt van waar we ooit vandaan komen, is het de laatste loodjes. Niet de makkelijkste loodjes die we nog moeten gaan, maar wel een heel mooi vooruitzicht om straks gesteld te staan en hier de nieuwe schepen te ontvangen. Voor mij een heel belangrijk project, ook omdat ik hier al bijna 10 jaar werk en eigenlijk het plan helemaal heb zien groeien. Vanaf de eerste tekeningen tot wat we nu buiten zien. Nu zien we dat echt gerealiseerd worden. Dus daar ben ik wel heel trots op dat ik dat allemaal mee heb mogen maken. Ondanks alle bruggen en tunnels moet je nog altijd de boot pakken als je op de fiets of te voet van Vlissingen naar Preskens wil of andersom. Ik ben trots op de collega's van de Westerschelde Ferry, hoe wij eigenlijk iedere dag met z'n allen als team een mooie overtocht weten te bieden. En dat we eigenlijk met heel veel nieuwe ontwikkelingen echt een dagje uit weten te creëren voor onze passagiers. Ik ben Jodie van Strien, ik ben adviseur marketing en communicatie bij de Westerschelde Ferry. Goedemorgen. Goedemorgen. De Westerschelde Ferry is eigenlijk de fietsvoetverbinding tussen Vlissingen en Breskens. We zien jaarlijks zo'n 600.000 passagiers aan boord. Voornamelijk toeristen in het hoogseizoen, dat zijn er zo'n 400.000. In het laagseizoen vervoeren wij zo'n 200.000 passagiers en dat zijn voornamelijk studenten en forensen die er gebruik van maken. Wij zijn een OV-dienst. Het laagseizoen betekent dat wij iedere uur een afvaart hebben. Ook al zijn er weinig passagiers, we blijven toch varen. Maar we willen door arrangementen aan te bieden, door te werken met karaktertjes, willen we eigenlijk nog meer de overtocht aankleden en echt meer een beleving laten zijn voor onze passagiers. Wij gaan naar Breskens, we gaan daar voor school naartoe en we krijgen daar een opdracht over de geschiedenis en een fietstoertje en dan gaan we naar allemaal plekken toe. De Westerschelde Ferry bestaat dit jaar 20 jaar als fietsvoetveer, maar kijkt vooral naar de toekomst. Samen met andere bedrijven in de regio organiseren ze arrangementen en proberen ze van hun overtocht een echte beleving te maken. Om de wachtruimte wat open op te vrolijken, wat aantrekkelijker te maken, hebben we onze drie karakters laten afbeelden. Je ziet hier stuurman Plumme, kapitein Ferry en matroos Ballelaar.
We hebben deze karakters laten ontwikkelen om alles wat we eigenlijk aan entertainment doen, een verhaal te vertellen met onze karakters. Ik vind het altijd leuk om even zoiets te doen, een overtochtje. Het breekt even en je bent weer in een ander plekje. Ja, het geeft echt een beetje vakantiegevoel als je op een boot zit. Ja, heerlijk. Ja. Ja. En de uitzicht is natuurlijk fantastisch. Waar heb je het? Ja, ik kom zelf uit Ierseke, dus wij wonen aan het water. Het water trekt eigenlijk altijd. Dus daarom was het eigenlijk wel logisch om bij de Westerschelde-ferry te beginnen. Ik vind het een ontzettende mooie omgeving. Dat geeft mij wel energie om gewoon aan het water te lopen, te wandelen, te hardlopen. Dat geeft mij energie om weer om aan een werktuig te beginnen. Ja. Nou, ik ben heel trots op mijn leven in Zeeland. Ik zou ook niet snel meer terug verhuizen. Ik ben op mijn 13e hier naartoe verhuisd. Dus ik ben een echte Zeeuw geworden, Zeeuwse vrouw getrouwd. Ja, net als anderen word ik geïnspireerd door het Zeeuwse licht en de frisse lucht en de mensen. Sommige mensen zeggen dat je in Zeeland niet zonder auto kunt. Maar hetzelfde kun je zeggen over de fiets. Mijn naam is Herbert Dettingmeijer. Ik ben mede-eigenaar van CycleHub. CycleHub is een leerwerkbedrijf waar we onder andere jongeren, maar ook oudere medewerkers opleiden tot fietstechnicus. Ik ben ooit eens begonnen als fietsenmaker in de rijwielstal in Vlissingen. En dat is altijd wel blijven trekken. En de combinatie om mensen via de praktijk wat te leren vind ik erg leuk. Het is leerzaam hier zo. En je leert toch wel veel dingen, meer dan ik dacht. Ik ben blij om met mijn handen bezig te kunnen zijn. Ik ga er zeker in door. In de afgelopen jaren hebben we zeker 80 mannen en vrouwen opgeleid tot het vak fietstechnicus. En die zijn dan ook over het algemeen hier in de regio aan het werk gegaan bij fietsbedrijven. Het nieuwe project is eigenlijk een voortzetting van het project wat we onder andere voor de Hogeschool Zeeland hebben gedaan. Namelijk het neerzetten van deelfietsen, een deelfietsensysteem op Walcheren. Je ziet dat openbaar vervoer soms toch ook lastig is. Vooral mensen die op middelbare scholen zitten en van de dorpen komen, dat die naar stageplekken moeten. En dan is het heel handig als er een fiets beschikbaar is. We hebben een hele gemotiveerde medewerker in de persoon van Edwin. En Edwin die gaat met busjes straks alle locaties af om de fietsen neer te zetten. En als er eventueel gebreken zijn, ofwel ter plekke repareren of ze gaan hiermee terug naar de werkplaats. Ik ben Edson de Smit en ik ga rondjes rijden. En dan ga ik op locaties kijken of het klopt allemaal wat er staat. Kijken of ze technisch in orde zijn. En anders dan ga ik ze meenemen en ga ik ze hier ter plekke repareren. Mij geeft het heel veel bevrediging als ik zie dat mensen uiteindelijk een diploma halen. En hier met een glimlach aan het werk zijn. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is.